Monniken zijn vermoord, dat is het woord. 25 jaar geleden, voor mij is dat alsof dat gisteren was, nog altijd. Dus het einde van een geschiedenis van een communiteit die daar ongeveer een eeuw bestaan heeft, denk ik, in Algerije. Ze waren verhuisd een paar keer en zo. Franse monniken, die daar begonnen zijn, die de stichting gedaan hebben ten tijde van de Franse kolonisatie in Algerije. Zij zijn er gebleven. Met vanuit bepaalde kanten de ambiguïteit en dat kon hebben. De kolonisator die er blijft. Wat helemaal niet het geval was, zij hadden eigenlijk de beslissing genomen van te vertrekken op een bepaald moment. Dan heeft kardinaal Duval, die een hele grote meneer was in Algerije, ook geëerd door iedereen, door de moslims en door de christenen, uitdrukkelijk gevraagd dat de orde de gemeenschap daar zou houden. En dan hebben zij afstand genomen van de naam abdij bijvoorbeeld, omdat ze wilden niet de indruk geven dat ze daar met een belangrijk iets waren in die wereld. Dus ze hebben zich helemaal geïntegreerd in het Algerije van na de kolonisatie, met hele goede contacten met de bevolking. Het dorp dat er... Zij woonden eerst helemaal afgezonderd in Tiberin, maar het dorp is eigenlijk ontstaan door de mensen die zijn gaan wonen bij de abdij om werk te krijgen. De monniken zijn voor mij belangrijk geweest, eigenlijk heel vlug in mijn eigen monastiek leven, dus bijna 50 jaar geleden al. Gewoon omwille van een uitzonderlijke situatie. Ze vormden een kleine gemeenschap, een arme gemeenschap, waarvan men verschillende keren dacht, we gaan er maar mee stoppen. Want zij konden daar ook ter plaatse niet recruteren. En moslims konden zich moeilijk bekeren tot het christendom en monnik worden in Tiberin, in hun eigen land. Dat kon dus niet. Dus men moest altijd mensen inpompen van elders. Dus die uitzonderlijke situatie en dat contact met de islam intrigeerde mij wel altijd. Dus ik kende hen. Ik ben er dan meer in contact mee gekomen toen ik zelf novicemeester was. En dat ik iemand begeleid heb waarvan ik dacht dat hij misschien een roeping had voor Tiberin. En de broeders van Tiberin vonden dat ik de geschikte persoon was om die persoon te begeleiden. Gezien ook de moeilijke situatie, ik kon niet zomaar onmiddellijk gaan wanneer hij wou naar Tiberin. De situatie was wat te gespannen. En dan heb ik wel veel contacten gehad met de broeders van daar en is de overste, Père Christian, verschillende keren naar Orval gekomen en had ik ook een correspondentie met de novicemeester ter plaatse. We hebben dan hele, hele goede banden gesmeed tussen ons. En op een bepaald moment werd ik ook uitgenodigd om te gaan, om conferenties te geven aan de gemeenschap in het kader van hun eigen vorming. Dat is bijna doorgegaan. Dat is altijd maar uitgesteld geweest omwille van de sociale en politieke onveiligheid. Tot er een kalmere periode kwam en ik dacht, nu is het moment daar om te gaan. En de dag zelf dat ik schreef om hen raad te vragen of het moment gekomen was, die dag werden ze opgepakt. Dus dat heeft me natuurlijk enorm geschokt dan. Niet alleen maar omdat ik zelf wil gaan, maar omdat ik die broeders kende en heel veel gediscuteerd had rond de situatie. De gesprekken die ik had met, vooral met Père Christian, maar ook met de novicemeester, dat was mijn eigen bezorgdheid dat ik geen Belg, want die novice was eigenlijk de enige Belg, de anderen waren allemaal Fransen. Dat ik hem niet de dood zou insturen, om het een beetje brutaal te zeggen. Ik voelde mij daar verantwoordelijk voor, moreel. Van niet zomaar lichtvaardig om te springen uit een soort verkeerd idealisme of een misplaatst geloof, laat het ons zomaar zeggen. En dat was eigenlijk het hoofdpunt van de discussie. Dus ik heb van heel dichtbij meegemaakt wat in de film ook goed voorkomt, want er is een film gemaakt over hen, Des Hommes et des Dieux,
de discussie rond gaan we blijven of niet blijven. En in de gesprekken met Père Christian heeft hij mij kunnen ervan overtuigen dat ze helemaal niet tuk waren op martelaarschap op een onnodige manier. Hè. Hij heeft me heel uitdrukkelijk gezegd, als ons leven op het spel komt te staan, als we weten dat men ons komt halen om vermoord te worden, dan vertrekken wij. En hij heeft mij daar echt wel kunnen van overtuigen. Dus ze zijn niet lichtvaardig gebleven. En dat wordt in de film, die trouwens bijna een documentaire is, ook heel, dat komt heel sterk naar voren. Hè. Waarom zijn ze dan wel gebleven? Want ze hebben verschillende keer gedacht van te vertrekken. Ze hadden ook de kans gegeven aan de broeders van iedereen gaat zijn eigen richting uit of we blijven samen. Dat was een van de punten die ze moesten onderscheiden. Hè. Op een bepaald moment waren de broeders die dachten van te vertrekken, die ook angst hadden. Allemaal hier normale menselijke gevoelens. Een geloof nam de menselijke gevoelens niet weg. Hè. En dus dan, ja, ik vind dat ook een hele mooie passage in de film, maar het was ook zo. Ze gingen bij de geburen eigenlijk afscheid nemen. En zeiden, kijk, we denken van te vertrekken, het wordt niet te moeilijk. Hè. En we willen jullie dat ook niet aandoen, dat men zou kunnen verwijten dat wij vermoord zijn door jullie eigenlijk. Dus en dan, we zijn zoals de vogels op een tak. We wachten alleen maar op het signaal om te vertrekken. En ja, dan zegt die vrouw van de buren, maar jullie zijn de tak en wij zijn de vogels die erop zitten. Als jullie vertrekken, dan weten we niet meer waar naartoe. En dat heeft veel indruk gemaakt op de broeders. Ze hebben dan een kapitel gehouden, dus een samenkomst van heel de gemeenschap, waarin de vraag gesteld werd, ja, wat gaan we doen? Gaan we weg? Of gaan we dan samen weg? Of gaat iedereen naar een andere abdij? Of voilà, wat doen we dan? En ja, dat was heel indrukwekkend. Ik heb daar een brief van gekregen, want Christian had dat verteld. Maar ik heb die brief niet meer onmiddellijk. waarin hij dus vertelt dat ze dan unaniem eigenlijk na een geheime stemming, waar iedereen heel vrij was, waarin iedereen zei, we blijven samen en we blijven hier. En dat is ja, des te meer indrukwekkend als je de weg kent die sommigen gegaan zijn. We weten dat goed bij broeder Christophe bijvoorbeeld, dat hij het moeilijk had op bepaalde momenten om daar te blijven. En als iedereen dan zegt, nee, we blijven samen en we blijven hier, is dat toch wel heel indrukwekkend. Die hele situatie heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Hè? En heel veel doen nadenken, misschien nog fundamenteel over de vraag, wat is dat eigenlijk christen zijn? Heel algemeen. Hoe hou je stand in zo'n minoritair geloof als het christendom in Algerije? Waarin je dan nog echte vriendschapsbanden kan smeden in plaats van je in een ghetto-mentaliteit te gaan opstellen. Je ziet daar eigenlijk de Heilige Geest aan het werk, zou ik zeggen. Dus de kracht die ze krijgen om ook als gemeenschap eigenlijk op die manier samen te blijven, dat komt van hoor. Hè. Dat is ook iets dat de filmmaker heel sterk aangevoeld heeft. En hij stelt zich voor als ongelovig, maar hij zei, ik heb voortdurend de aanwezigheid gevoeld van een grotere kracht, van de broeders en dat waarvan zij leefden. Daar zie je eigenlijk, vind ik, goed wat dat is, ja, wat geloven is en wat de Heilige Geest is. Dus dat, een ander punt dat heel belangrijk is voor mij, dat is, het is weer eens een illustratie van wat de Bijbel voortdurend vertelt. God kiest de kleinste. Zij waren een gemeenschap waarin eigenlijk veel mensen in onze monastieke orde niet meer geloofden. We zouden daar beter mee stoppen, dat heeft geen toekomst, ze kunnen toch niet recruteren, het is te arm, wat betekent dat allemaal?
En ja, maar God doet de keuze van die mensen. Hè. En dan, wat er ook indruk op mij gemaakt heeft, dat is, maar dat is, ik zou zeggen, het gevolg van alle martelaarschap in de kerk, dat is de vruchtbaarheid ervan. Dus zij die niks betekenden in de orde, die aan het staartje stonden van het succes, er is geen vruchtbaarder leven geweest dan het hunne in de 20e eeuw toch, en ook in de 21e. Ze hebben daar een zodanig sterk getuigenis gegeven, dat is de kracht van de geest die verder gaat. En dat geeft mij enorm veel moed voor vandaag ook. Het is niet omdat je in de minderheid bent dat je niets betekent, integendeel. En wat ik ook zo fijn vind, en ik vind dat, daarom is het ook belangrijk van vandaag te herinneren wie ze geweest zijn en wie ze nog altijd zijn, dat is, je kan echt hun leven niet misbruiken tegen de islam. Ze hebben het gegeven uit vriendschap voor hun moslimvrienden en daar zijn van hun veel getuigenissen over gebleven nadien die men gelezen heeft. En ik vind dat toch zo belangrijk vandaag. We kunnen samenleven op dezelfde planeet met verschillende godsdiensten. Zij hebben het bewezen tot haar dood eigenlijk. Vriendschapsbanden tussen moslims en christenen, dat eigenlijk hun eigen geloof versterkt. De novice die ik begeleid heb naar Tiberin, heeft zijn eigen geloof teruggevonden doordat hij in Marokko tijdens zijn werk, want hij was biologist van beroep, hij logeerde in een moslimfamilie en toen hij die mensen, die eenvoudige mensen, zag bidden, kwam hij terug tot zijn eigen geloof. Hier in België ken ik persoonlijk een soefie, het was omgekeerd, het is door de christen te zien bidden dat hij teruggegaan is tot zijn eigen geloof na vele jaren ongeloof. En hij is soefie geworden. Dus iedereen heeft daar zijn eigen weg in. En ja, dat vind ik mooi precies, want daarin leer je wat wij eigenlijk beogen als we het hebben over een pluralistische maatschappij. Dat is natuurlijk een woord dat een beetje overal gebruikt wordt, waar we vaak niet aan toe zijn trouwens. Maar dat pluralisme is echt wel boeiend, want te zeggen we gaan iedereen op zijn manier echt zoeken naar God. We hebben ons geweten daarin. We hebben hele sterke menselijke banden, vriendschapsbanden, en tezelfde tijd zijn we spiritueel op zoek. En dat komt niet noodzakelijk identiek op hetzelfde uit. Misschien, ik denk dat we uiteindelijk wel op hetzelfde uitkomen, maar de zoektocht kan op een heel verschillende manier gebeuren. En dat kan, en we kunnen elkaar daarin in respecteren. En zij bewijzen dat, de broeders. Wat is martelaarschap? Ik heb er heel veel over nagedacht, ook omdat ik was vroeger in El Salvador geweest. En het levensverhaal van Oscar Romero heeft ook een grote invloed op mij gehad. Het is niet omdat je een martelaar bent dat de zaak waarvoor je staat waarheid is. Men heeft dat vroeger wel gezegd, hè? Dus het moet wel waar zijn, want men geeft er zijn leven voor. We hebben nu zoveel voordelen van fanatiekers die een leven geven. En voor welke zaak eigenlijk. Dus het is niet omdat je martelaar bent dat de zaak waar is. Ik vind dat mooi, dus dat testament van Père Christian in Tiberin, ik vind dat een van de belangrijkste teksten uit de 20e eeuw. Niet lang, maar ik raad iedereen aan om die te herlezen. Daar zegt hij heel juist waarover het gaat eigenlijk. Je zoekt dat niet. En martelaar zijn, dat heeft niks te maken met stoïcisme of heroïsme. Die broeders, dat waren geen speciale grote mannen, menselijk gezien. Integendeel zou ik zeggen, we kennen hun kleine kantjes natuurlijk. Heiligen zijn geen mensen die perfect zijn of die zo sterk zijn. Hè. Ik heb dat bij hen gezien en nadien, enkele jaren geleden nog, was ik ook geen sterk onder de indruk van die 21 kopten die vermoord geweest zijn in Libië. Dat waren gewone
arbeiders. Die gingen niet naar Libië om het geloof te verkondigen. Zij waren christenen, maar ze gingen daar om te werken en wat geld te verdienen voor hun familie. En die mensen zijn trouw gebleven aan hun geloof, ondanks de druk die er op hen uitgeoefend was. En ondanks het feit dat ze onthoofd werden. Hè. Maar ze zijn tot op het einde trouw gebleven daaraan. En dat brengt mij dan terug bij onze martelaren van de eerste eeuw. Toen ik novice was in Orval, kwam de Franse vertaling uit van de akten van de martelaars die bestaan. Dus de tribunalen van in de oudheid. En dat zijn ook gewone mensen. Dat zijn huismoeders, die hebben nooit theologie gestudeerd. Maar ze hebben Jezus ontdekt in hun leven en dat is veel en als het erop aankomt, is het alles. Ik heb daar geen redenering voor. Je kan dat niet rationaliseren, zoiets. Het geloof staat daar boven. Maar je hebt alleen het getuigenis dat het de moeite waard is. En ik vind dat niet fijn, ik zou dat niet zeggen, maar is het toch wel heel, heel indrukwekkend dat vandaag ook gebeurt. Ik heb gekeken naar die fameuze video van de onthoofde Libiërs. Niet omdat ik heb lang niet gekeken. Ik heb alleen maar gekeken omdat ik had het getuigenis gehoord van een onkel die zei dat hij, hij had het contact door de televisie. Hij zag zijn eigen neef onthoofd worden en hij was niet verwijderd op voorhand. En hij zei, ik was zo fier toen ik zag dat hij de naam Jezus uitsprak. Dan heb ik gekeken. En je ziet de onthoofding zelf niet gelukkig, maar wel net ervoor en net erna. Het is al erg genoeg. Ja, daar word je gewoon stil van. Hè. Die man is rustig in zekere zin de dood ingegaan met de naam Jezus op zijn lippen. Niet op een pathetische manier, niet op een sentimentele manier, gewoon in overgave. En dat gebeurt dus vandaag. Ik vind, ik voel me daar klein bij. Ik voel, denk ik, we zijn daar allemaal een beetje klein tegenover. Maar dat zijn ook kleine mensen, dus zoals wij. Dus we mogen daar ook op rekenen als het nodig is. En Jezus zegt het ook heel uitdrukkelijk. Als je voor het tribunaal gesleurd wordt, je moet er niet mee inzitten, dan zegt de geest wat je moet doen en wat je moet zeggen. En daar zie je dat gewoon. En we hebben dat nodig vandaag. Ik heb geen gemakkelijke fierheid over hun martelaarschap. Het doet mij eigenlijk na 25 jaar nog altijd even pijn als ik denk wat die broeders ondergaan hebben. Ik wens dat niemand toe. Ik zou die prijs niet betalen en ik wens ook aan niemand toe dat hij zo'n prijs moet betalen, ook niet voor zijn geloof. Ik ben fier over hun geloof. Het stimuleert ons, het toont ons dat het de moeite waard is. Dus ik ben heel fier over die broeders, precies omdat het zo gewone mensen waren die ik gekend heb. Ik zou zeggen, lof zij Jezus Christus, maar niet, ze zouden dat ook zelf zeggen, je hoeft ons niet te loven daarvoor, we hebben het ook gekregen. Maar wat is er gebeurd met hen, voor mij doet dat nog altijd even veel pijn en we staan met ons geloof niet daarboven. Dus die mensen zijn gefolterd geweest, we zijn daar zeker van. Men heeft dat gezien in de lijkschouwing nadien. Dat wensen. Dus ik zou zeggen, ik zit nog altijd met die pijn. En ik kan mij goed voorstellen wat het is, wat mensen meemaken die bijvoorbeeld een kind verliezen en waar ze niet weten waar het naartoe is. Ik heb dat ook gewenst op een bepaald moment en ze zijn nogthans maar enkele weken verdwenen. Na 2-3 weken verstond ik dat mensen liever zouden horen en weten dat hun kind of een naastbestaande, dat hij niet meer leeft dan zich voortdurend moet met de angst leven, waar ik ook mee zat. Van wat is er eigenlijk met hen aan het gebeuren? Ik adem hier en ik loop hier rond en ik doe mijn werk. Maar op dat moment zelf, wat is er met hen aan het gebeuren? Je bent daar eigenlijk voortdurend mee bezig. Maar ze hebben het dus volgehouden tot op het einde. In overgave, daar ben ik zeker van. Ze hebben het geluk, toch wel dat geluk gehad dat ze samengebleven zijn.
Ik ben er zeker van dat ze elkaar daarin gestimuleerd hebben. Ze hebben samen gebeden. Ze hebben mekaars geloof gesteund door gewoon te zijn. Eigenlijk is het laatste woord in stilte en zwijgen en openkomen. Is de liefde sterker dan de dood als je het leven van onze broeders daar bekijkt? Ja. Maar liefde is veel meer dan het sentimenteel gevoel dat wij achter dat woord lezen. De film toont dat goed, vind ik. Ze hebben allemaal angst gekend. Ja, dan gaat het niet meer over sentimentele liefde natuurlijk. Wat is liefde? Liefde is een trouw die je gegeven wordt. Ik vind dat de broeders daar getuigd hebben van, ja, wat wij in het sacrament van het huwelijk zien, of bij ons in de plechtige professie als monnik. Eigenlijk zeggen wij daar, kijk, om trouw te blijven aan elkaar, we weten op voorhand dat er 9 op 10 kansen dat we in situaties terechtkomen waarin we eigenlijk elkaar zouden kunnen verlaten en dat je menselijkerwijze zegt, doe het maar. Maar in geloof vertrouwen we ons toe aan die kracht die van God komt. Want God en de kerk zeggen, kijk, we staan aan jouw kant in dat engagement. We hebben het onderscheiden. Je hebt het niet lichtvaardig gedaan. En het avontuur dat je begint, in het avontuur van die liefde, die zeker op de proef gesteld wordt, daar mag je erop rekenen dat je de kracht krijgt dat het wel zal gaan. En de broeders hebben daarvan getuigd. Je kan dat voor niemand bewijzen natuurlijk, maar wat we krijgen in, ja, ik zou zeggen, de sacramentele herkenning door God zelf van die banden die daar ontstaan, je mag je daaraan toevertrouwen, maar we zitten toch heel ver van de sentimentele romantiek die men maakt rond de liefde. We staan al veel verder. De liefde is sterker dan de dood. Maar je moet het hele verhaal erbij nemen.